De officier van justitie heeft zeven jaar celstraf, een vijfjarig beroepsverbod en een driejarig contactverbod geëist tegen de 38-jarige oud-dansschoolhouder Galit A. Hij wordt verdacht van misbruik van zijn leerlingen. Het gaat om dertien meisjes die op hoog niveau hebben gedanst op zijn dansschool. Hij zou de meisjes onder andere seksueel hebben aangerand of verkracht. Ten tijde van het misbruik waren meerdere van hen minderjarig. Galiet A. ontkent in alle toonaarden dat hij ontuchtige handelingen heeft verricht bij zijn leerlingen. Wel geeft A. toe dat hij één keer seks heeft gehad met een leerling, maar was dit vrijwillig en wist hij niet dat ze op dat moment 17 jaar oud was. De rechter komt later met een uitspraak.